President Chandrika Prasad Santokhi was een van de eerste personen die is onderzocht door het nieuwe CT-scanapparaat van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. De ziekeninstelling nam vandaag officieel de hypermoderne onderzoeksmachine in gebruik die door deskundigen van het AZP zal worden bediend. Ik ga feliciteren als je naamse samenleving. En we hopen namelijk minister dat dit high-tech apparatuur toegankelijk gemaakt zal worden voor elke burger van het land, voor elke Surinamer. En dat er geen barrières moeten zijn. Dat het betaalbaar blijft voor ieder. En als er obstakels zijn in verzekeringspakketten, zet u die gesprekken in en de onderhandeling. Het mag niet zo zijn dat we moderne apparatuur hier hebben. Een verzekeringsbeleid patiënten geen toegang kunnen krijgen. Laten we die barrières ook wegmaken. Het staatshoofd zei beleid te zijn met de investering welke is gedaan door de overheid, Staatsoliemaatschappij Suriname en Newmont Suriname. Na een rondleiding door het ziekenhuis liet het staatshoofd zich ontvallen dat hij een ander beeld zou hebben gehad van de situatie indien hij niet zelf had gezien hoe zaken eraan toegaan in het AZP. Directeur Claudia Redan zei in gesprek met de nieuwsdienst dat het CT-scanapparaat van eminent belang is voor de ziekenzorg. Nou, ik moet zeggen, het betekent heel veel voor het academisch ziekenhuis. In het bijzonder natuurlijk voor de patiënten. Maar je moet begrijpen dat het academisch ziekenhuis feitelijk het enige plek is waar je terecht kan zijn voor acute zorg. Maar je dat alleen maar je bent ook voor dus andere zaken zoals je bent voor neurologische aandoeningen en zomaar door cardiologen. Het hele verhaal eromheen geeft dus aan dat we dus feitelijk een CT-scan geven, maar gewoon een mos was voor ons als academisch ziekenhuis. We zijn zeer ingenomen met het feit dus dat dus de regering het project omarmd heeft. Het is een project ter waarde van ongeveer 1 miljoen euro, die de scan gekost. We hebben natuurlijk hier met ook de renovatie gehad van dus het gebouw, gedoneerd door dus onze partners, het Staatsolie, Newmont en ook Rubus. Die hebben dus een bijdrage geleverd. En u ziet het, we zijn vandaag hier, de scan is gegeven moment in gebruik. En ik kan u zeggen, het is voor ons een gegeven moment de verademing. Voor de medici die gegeven moment uiteindelijk hun patiënten kunnen doorverwijzen die voor de scan in aanmerking moeten komen, is het een hele opluchting. Redan zegt verder dat management nu een uitdaging is in de COVID-19-pandemie. Het ziekenhuis gaat volgens haar door een hele moeilijke periode, maar door investeringen als de aanschaf van de CT-scan is er bewijs dat er licht is in de tunnel.